Dus ik dacht, misschien springt hij naar beneden. En hij deed het. En dat ging nog best wel soepel ook. Goed zo! En dat brengt heel veel rust in de tent. Revalidatieplan Marley. Oh, what a love! I got that on... Oh, camera. But not. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie hier kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag gingen Noek en ik samen met de paarden even een stapritje maken. Dat is natuurlijk goed voor Marley en wel zo gezellig om dit samen te doen. Maar omdat het voor Nacho een tijd geleden was dat hij voor de laatste keer buiten was, ging Anne voor de gezelligheid mee, maar ook voor de zekerheid dat ze misschien kon vastpakken op het moment dat hij iets spannend zou gaan vinden. Dus geniet van deze leuke beelden. Wat zou Nacho spannend vinden? Kijk op de hond. Was te verwachten. Daar is Marge. Hij ging niet snacken. Oh. Ik heb wat lekkers gegeten, Marge. En daar gaan we weer op naar huis. Kijk, ik loop mooi bepakt. Mocht er wat zijn. Weet je, we zijn altijd voorbereid. Oh, daar gaat Nacho weer. Oh, ik moet even stilstaan. Maar, woe. Kijk, Nacho is daar een beetje slungelen. Dus ik heb altijd een touw mee. Daarom ben ik mee. Voor mocht er wat zijn. Ik weet niet waarom ik een zweep vast heb. Want ik ga de beest niet zomaar slaan. Maar Vee wilde misschien zweten, dus heb ik zo meegenomen. Dus we zijn nu weer onderweg naar huis. In mooi weertje. Goed zo. Braaf. Zo is hij knap. Nou, dat ging goed, hè? Oh, dat moest ik niet op tijd. Nee, dat was iets te vroeg, Anne. Goed zo. Nou, Mar was een stabiele factor vandaag. Gewoon één constant. Ja. En hoe vond je zadel zitten? Heel anders. Ja? Ik heb wel meteen helemaal zere enkels. Oh ja, je zakt dat sneller door zo in dat dit, snap je? Omdat ja. Minder ruimte hebt voor dezelfde hoeveelheid been. Ja. Maar je zit wel netjes. Je zou zo kunnen springen. Nou. Na alle drukte van afgelopen weken is de rust weer wedergekeerd hier zo. Zowel op het erf valt er weinig te beleven als ja, in mijn werk is het ook vrij rustig op het moment. Sjoerd is weer terug naar zee. Dus het is weer tijd om op te laden en ja, de nieuwe routines weer eigen te gaan maken. Dus ik heb weer lekker alle diertjes verzorgd. Het was prachtig weer. Het is sowieso afgelopen weken prima weer. Hé liefje. Wel erg koud. Maar als je eenmaal in het zonnetje staat, maakt dat een hoop goed. Jezus. Terwijl ik alle paarden even gedag zeg, want ik vind het super leuk om te zien hoe zij het nu ervaren op de nieuwe trek, is het tijd om uit te gaan mesten. Want dat is gewoon echt een klusje wat elke dag naar voren komt. En ook grappig om te zien waar de paarden nu hun nieuwe mestplek hebben gemaakt. Dus tijd om eraan te gaan beginnen. Alhoewel vandaag eigenlijk Carmen haar uitmestdag was. Maar Carmen is echt al bijna 2 maanden ziek ongeveer. Dus die doet het rustig aan. Dus ik was alvast begonnen aan de paddock. Omdat wanneer de paarden daar doorheen lopen, de mest natuurlijk helemaal verspreid wordt. En het is gewoon lekker makkelijk. Want dan kan ik het zo hup gelijk op de mesthoop gooien. Dat ga ik wel missen mocht ooit die mesthoop verplaatst worden. Nadat Nacho een week rustig aan heeft gedaan, wil ik hem eigenlijk graag weer oppakken.
en nog niet super intensief. Maar ik wil hem graag een beetje ondersteunen in hem wat stoerder maken. In hem wat zekerder maken. Dat kwam natuurlijk ook uit de BitFit sessie. En jullie hebben ook gezien tijdens het stapritje dat hij nogal van veel dingen kan schrikken op het moment. Terwijl dat helemaal niet zo was toen ik hem kocht. Dus er moet weer even wat energie ingestoken worden. Dus ik dacht, misschien springt hij naar beneden. En hij deed het. En dat ging nog best wel soepel ook. Maar ja, hier zie je dan bijvoorbeeld weer dat er iets gebeurt. Geen idee wat. En dan schiet hij weer weg. En ook hier zie je het. Dan gebeurt er iets achter hem. Ook geen idee wat. En dan is hij daar erg van onder de indruk. Dus ik dacht, ik wil hem graag even bezighouden. Eerst wilde ik hem gaan longeren. Maar het was echt best wel koud deze dag. En er stond ook best wel een gure wind. Dus ik voelde me niet heel prettig bij zijn dekentje afdoen. Dus ik dacht, ik gebruik de piano even als een soort obstakel om hem een beetje bezig te houden. En je ziet dat ik hem hier van de hoge af laat gaan van de zijkant. En dit zou ik natuurlijk niet aan hem vragen als hij dat nog nooit zelf had gedaan. Want als de paarden hier op de wei staan, dan springen ze ook echt aan alle kanten van deze heuvel op en af. Dus dat heeft hij zeker zelf al een paar keer gedaan. Maar ik wil hem graag leren dat hij moet nadenken tijdens het werk. En dat hij ook moet denken waar hij zijn eigen benen neerzet. En dat het ook in rust kan. Dus mijn doel was eigenlijk een beetje om hem ook in rust hiervan af te laten gaan. En dat ging wel steeds ietsjes beter. Ik dacht, misschien kan hij er ook op. Nou, dan zie je dus dat hij met heel veel andere dingen bezig is. Behalve op zijn benen letten. Dus het is een goede oefening voor hem. Hij wil er dan graag zo snel mogelijk doorheen gaan. En weet je, als hij deze berg een beetje aan gort trapt, dan maakt het niet zo uit. En kijk, hier ging hij er echt wel een heel stuk rustiger vanaf. Dus dat is super fijn. Het erop gaan, dat zag hij dus meer als een soort hindernis. Maar dat komt op een dag wel. Het was vandaag natuurlijk ook niet per se de dag om hier heel intensief mee te trainen. Want hij heeft ook nog zijn deken om en het was gewoon aan een halstertje en zo. Dus we gingen naar de andere kant van de piano. En hier hebben we iets meer de ruimte. En ook wat kunnen we wat bochtjes doen. Want aan de andere kant zit natuurlijk die waterbak. En ik dacht, ik kan hem wel door die waterbak vragen. Maar het was echt super koud. Dus dan heeft hij misschien ook gelijk een hekel aan het water door de kou. Dus ik dacht, misschien is het leuk om aan deze kant verder te gaan. En dan is dus ook wat meer de ruimte er, zoals ik zei. Om ook een beetje te gaan longeren. Zodat hij het ook op eigen benen kan gaan doen. Dus ik deed hem eigenlijk van beide kanten zo rustig over de piano heen. Want dit is gewoon een heuveltje eigenlijk. Niks meer, niks minder. En dan mag hij zelf gewoon gaan kijken waar hij zijn benen neerzet. En het gewoon op eigen benen gaan doen. Nou, toen dat dus op een gegeven moment goed ging, dacht ik, nou, misschien wil je ook de afsprong zelf nemen. Ik was van tevoren natuurlijk niet echt van plan om dit te gaan doen. Anders had ik hem wellicht wat beenbescherming omgedaan. Maar ik dacht, het zijn maar kleine sprongetjes. Hij kijkt vast wel goed uit waar hij zijn been neerzet. Nou, hier ging hij er eigenlijk weer heel erg rustig van af. En aan de ene kant willen we ook rust. Aan de andere kant van, nou, willen we straks gaan springen en eventen. Dan is het ook wel fijn als hij een sprongetje laat zien. Dus hier ging er al iets van het tier van af. Dus toen dacht ik, nou, even kijken wat hij doet als hij daar bovenop staat. Nou, toen dacht hij nog eventjes, dat vind ik wat spannend. Dus ik kom er ook weer gewoon naar beneden. Nou, weer even hetzelfde herhalen van kijk, het is niet spannend. En het schattige was ook heel de tijd als hij dus daar af was geweest, dan kwam hij ook echt zo naar me toe van oh, kijk eens. En je zag hem gewoon in zelfverzekerdheid groeien. En dat was gewoon heel erg leuk om te zien. Nou, en aan het einde lukte het. Dus daar wil ik hem voor belonen. En het fijne hier aan was, is dat je merkt dat hij nu echt bezig was met wat we aan het doen waren. En hier zo dacht ik, nou, je moet ook weer terug de trek op. Dus kijken of je erop gaat. Ik vond het iets te hoog om het vanuit stilstand te doen. Ook omdat dit natuurlijk daarachter verhard is en niet gras bijvoorbeeld. Mocht hij struikelen, dan is het wat harder. Dus ik dacht, nou, ik ga hem gewoon eventjes aansturen vanaf de bak. En het mooie hiervan is dat je echt gaat zien dat hij nu ernaar kijkt. Hij snapt het en hij neemt echt een hele mooie sprong erop. Dus het was een fantastische om hiermee af te sluiten. Want hij snapt het nu dat hij moet kijken waar hij zijn benen neerzet. En hij snapt het idee. Dus daar was ik ontzettend blij mee. En het was een perfecte afsluiter van deze hele mooie avond. Oké, ik kan hem gewoon aanstaan. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it.
cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Oh, hij gaat rollen. Shit. Al dit werk voor niks. Er moest zoveel uit. Konden we dit niet doen voordat we hem gingen stilzetten? Even zichzelf warm lopen. Varken. Ja, wat ben jij aan het... Sta gewoon lekker te eten. Zo. Zo, rodeo paard. Kan goed stoppen. Zo is hij wel heel knap als hij zo rondrent. Ja. Een beetje sportpaard. Ja. Ja, thanks. Doei. Ja. In vrijheid logeren, toch? Ik zie hier Featherlight 2.0. Nou, alsof je dit al jaren traint. Zoals ik al zei, niet gehoopt dat hij ging rollen. Wel een klein beetje verwacht. Eigenlijk op het moment dat ik hem al deed loslaten in de bak, dacht ik... Ja, fuck, daar ging ons waswerk. Maar goed, dan kon hij tenminste eventjes zijn energie eruit gooien. En dat is ook belangrijk voor zo'n jong paard die al heel lang heeft stilgestaan tijdens het wassen. Dus we hebben hem helaas nog een keer moeten afspuiten. Gewoon eventjes snel, zodat het zand ervan af was. Anders was het echt al het werk voor niks. Eventjes droog gelongeerd. Zijn hoofd is wel weer echt palomino. Daaraan kan je het weer een beetje zien. Dat was op een gegeven moment... Ja... En toen wilde ik ook aan Fabienne laten zien wat Nacho op de piano kon gisteren. Echt stampen. Hij was nog een beetje in zijn enthousiaste bui. Dus ik wilde hem wat rustiger krijgen. Maar aan de andere kant, kijk, hier springt hij dan zo op dat heuveltje op. Hij heeft wel geleerd van gisteren. Hij heeft wel geleerd om, terwijl hij bezig is, gewoon te kijken waar hij zijn benen moet neerzetten. Dus daar was ik eigenlijk wel heel erg blij mee. Nou, toen heb ik toch even wat meer gefocust op rust in de tent. Dus hem gewoon lekker laten stappen. Hij mag van mij best eraf draven. Maar we stappen er gewoon in alle rust op. Zodat het ook veilig blijft natuurlijk. En dat ik hem goed kan blijven sturen. Ja... Goed zo! We hebben heel even de hals van Suske bij hem omgedaan.
om het een beetje te beschermen. Maar het past wel. Maar het ziet er wel echt uit alsof hij een te klein halsje om heeft. Wil je dat niet daar doen? Want het is allemaal mest. Naartje. Ga het even ergens anders doen. Kom, hup. Ligt er heel veel mest daar. Goed zo. Ga maar lekker daar achterin of zo. Let even niet op alle mest. Want die zijn we nu aan het opruimen. En let ook even niet op deze mooie creatie hier zo. Maar ik geef Nacho dus sinds gisteren daar zo eten. En dat brengt heel veel rust in de tent. Want hij staat gewoon lekker rustig daar te eten. Hij kan lekker om zich heen kijken. Dat ging dus daar in de inloopstal. Sorry voor de wind. Ging dat gewoon niet zo goed. Want ja, hij stond dan in die hoek te eten. En dan wilde hij constant naar buiten. Omdat hij misschien wat hoorde of wat zag. En daarom staat Mar bijvoorbeeld al op die hoek. Maar die hoeft niet echt naar buiten. Die wil gewoon af en toe naar buiten kunnen kijken. Maar Nacho wilde echt naar buiten dan. En dan raakte iedereen in de stress. En ik had hem ook een tijdje vaststaan. En een tijdje ging dat goed. Maar hij heeft ook een tijdje dat hij dan gewoon alles kapot trok. Dus dat schiet natuurlijk ook niet op. Niet voor hemzelf, maar ook niet voor de druk achter zijn oren en zo. Kijk, Axie is bij de moeder aan het mee eten. En Mar is nu Axter beestje aan het opeten. Dus dit gaat goed met z'n drietjes. En dat gaat goed. Dus zolang ik nog geen andere oplossing heb. En met andere oplossing bedoel ik dat hier ooit de overkapping komt. En dat ik dan hier buiten wat plekjes maak. Dan gaat het zo, want ik wil hem niet op het zand eten geven. Want dan gaan ze sowieso knoeien en dan ligt het weer overal. Dus ik wil het op het harde eten geven of in een bak. Dus dan moet het maar even zo opgelost worden. Nou, ik ben hier bezig met uitmest. Ik heb dit al stuk gedaan. Ik ga straks daaraan beginnen. En Fab die is een rondje over de trek aan het doen, dus die is nu daar. Zo, dit is de eerste keer dat jullie mij zien volgens mij in deze vlog. Ik heb lekker veel met voice-over gedaan. Ik had niet echt per se behoefte of zo om echt te vloggen afgelopen dagen. Maar ik vond het wel leuk om al die momenten vast te leggen voor jullie. Dus dan maar eventjes op deze manier. Maar wat ik jullie wel graag even wil vertellen is dit. Revalidatieplan Marley Feline de Jonge. Of revalidatie, ja. Bij mij was gisteren de osteopaat om met Marley, of ja, eigenlijk samen met mij over Marley te praten. Met wat is nu dan het plan. We gaan samen dan een soort van dit traject in. We hebben vooral gesproken over hoe we het gaan doen en wat we ook kunnen verwachten. Want wat natuurlijk best wel lastig is bij artrose en vooral bij het SI, is dat je van tevoren absoluut niet kan zeggen met wat hij nog wel kan en wat hij nog niet kan. Ik werd even onderbroken, want Thijs kwam eraan, want de waterleiding is gesprongen. Voor de tweede keer. Nee, het was nu al minder erg dan vorige keer gelukkig. Dus dat moesten we eventjes maken. Maar daar ben ik weer. Nou goed. We hebben plan opgesteld. En ik ga hem hier aan houden. En wat ik volgens mij aan het vertellen was. Dat bij SI problemen weet je gewoon niet zo heel goed. Waar de grens gaat liggen. De bedoeling is dat je die grens gaat opzoeken. Om hem te vinden waar die natuurlijk is. Ik vraag me namelijk heel erg af. Of we die grens zijn overgegaan. Met vier personen mennen. En best wel stel omhoog. Dat gewoon de druppel was die de emmer deed overlopen. En als we daaronder zouden blijven. Of het dan gewoon nog steeds allemaal kon. Of dat je misschien nog één stapje daaronder. Dus bijvoorbeeld niet meer 80 centimeter of 1 meter springen. Maar nog maar gewoon 50 of zo, weet je wel. Of blijkt het gewoon dat je echt alleen nog maar simpele buitritjes mag gaan doen. Nou, daar gaan we eigenlijk niet van uit. De osteopaat was ook gematigd positief. Dat was haar prognose. Als in wel positief. Want paarden met normale SI-problemen, die zijn vaak heel erg slap bespierd aan de achterkant. Hè? Omdat ze natuurlijk de achterkant niet willen gebruiken. En ook op de rug is het heel erg slap bespierd. En bij Marley is dat niet de kwestie. Marley is juist super mooi bespierd over heel zijn lichaam heen. Dus dat doet al blijken dat dat gewoon werkt, om het zo te zeggen. Kijk, je moet hem niet meer gaan vragen of hij echt wil gaan zitten op die achterhand. Dat is gewoon niet eerlijk. Maar het is niet alsof hij er helemaal niks meer mee kan. Dat betekent ook dat we iets sneller kunnen opbouwen. Of tenminste sneller een paar stapjes over kunnen slaan. Omdat hij gewoon daar bespierd is. En normaal gesproken een paard die je gaat opbouwen zonder bespiering. Dan heb je daar wat tussen zitten. Dus ik heb in ieder geval een heel plan gekregen. Helemaal uitgetypt. Ik moet ook observaties gaan doen. Dus nou, na het werken, hoe reageert hij dan daarna en daar en zo op. Algemene indruk, spierspanning. Want dat is bijvoorbeeld ook iets waar de osteopaat dan meer haar vraagtekens bij heeft.
als je Marley over heel zijn lichaam aanraakt, dan vindt hij dat gewoon niet fijn. Maakt eigenlijk niet zoveel uit waar dat is. Dus dat betekent dat hij heel hoge spierspanning heeft. En dat kan te maken hebben met die SI-problemen. Maar dat kan ook bijvoorbeeld te maken hebben met dat hij vervangen is geweest. Want dan is dat metabole systeem in de war. En dan gaan ze daar ook natuurlijk heel pijnlijk van lopen. En in de in januari was hij natuurlijk ook weer even hoeven vervangen, omdat ik ze 2 dagen op het gras had gezet. Dus hangt dat dan daar aan vast? Of, dus je moet gewoon dingen gaan proberen. En daarom moet je ook best wel nauw dat ze observeren. Van oké, merk je dat dat het niet is? Dan kunnen we nog een andere richting op gaan. Of een stapje terug. Of een ander pad inslaan. Etcetera. Dus ik heb even een observatieplan gekregen. We hebben natuurlijk eventjes gezegd wat de klacht is, wat causaal is, waar we gaan op inzetten. En dan een opbouwplan voor week 1 en 2 en week 3 en 4. En dan elke maand gaan we samen monitoren hoe die loopt, maar ook vooral hoe ze lichaam eigenlijk voelt. Want daar gaat het natuurlijk om. Ik heb wat oefeningen meegekregen. En dat is eigenlijk voornamelijk het plan voor de aankomende 4 weken. Ik ga jullie natuurlijk wel meenemen in een beetje up-to-dates van hoe Marley het doet hiermee. Maar ik wil niet tot in de detail gaan. Dus ik ga nu niet vertellen hoe dat plan er exact uitziet. Kijk, in de vlogs ga je vanzelf zien met hoe vaak we wat mogen doen natuurlijk. Maar ik ga niet tot in de detail dat plan met jullie bespreken. Want het is natuurlijk voor ons ook gewoon kijken of het gaat werken of niet. Omdat het gewoon bij bijvoorbeeld Marley met zijn SI-problemen en een paard met exact dezelfde SI-problemen, die zullen ook niet exact hetzelfde reageren. Dus het is niet alsof dit plan voor andere paarden ook ingezet kan worden. Het is heel erg op maat en kijken hoe die natuurlijk op reageert. Dus daarom wil ik het ook niet tot in de detail met jullie delen. Ik hou je natuurlijk wel een beetje op de hoogte. Maar het is gewoon heel erg gaan aankijken hoe die overop gaat reageren. En dat ga ik jullie gewoon een beetje meenemen in de vlogs. Maar dus niet tot in de details. Ik ga het lekker hierbij laten. Ik ga straks Nacho rijden. En daarna ga ik Marley dus voor de eerste keer longeren. Dus daar ben ik best wel benieuwd naar. Omdat hij dus rechtuit altijd wel goed loopt. En op de cirkel zie je het juist als hij niet helemaal goed loopt. Dus dit is de eerste keer sinds hij behandeld is dat ik ga longeren. En dat doen we gewoon heel erg rustig aan. Want dat is dus bijvoorbeeld volgens mij moet ik 10 of 20 minuten stappen. En dan 1 minuut draven of zo, weet je wel. Dus het is ook niet dat het super intensief is of zo. Dus ik ga lekker bij deze afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Ook al heb ik wat weinig gevlogd op deze manier. Maar wat meer sfeerbeelden en wat meer voice-overs. Ik vind de afwisseling leuk. En ik vind het ook wel leuk hoe het zo in elkaar gezet is. En ik ben ook best wel trots op Nacho. Hoe hij het doet met de crosshindernissen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij straks onder het zadel is. Bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Ja, dan.